Maar kan bij bot-tot-bot contact het bot gaan slijten? Dat is een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Wat is het Ja. verschil tussen artrose en osteoporose? Ja, dit is inderdaad een goede vraag. Mooie brug, hè? Ja, prachtig. Ja, gedaan, hè, Sam? Ja. Heb je het vaker gedaan? Ja. Oké. De artrose, zoals ik al zei Ja. en heb laten zien ook in de dia, is echt een ziekte van het kraakbeen, Ja. van een gewricht. Osteoporose is een voor iedereen normale veroudering in de vorm van minder kalk in je botten naarmate je ouder wordt. Dus je kan perfecte gewrichten hebben en toch een volstrekt osteoporotisch, dus kalkarm skelet. En omgekeerd. Het komt natuurlijk vaak samen voor. Naarmate wij ouder worden, gaan we allemaal ontkalken. En dames, slecht nieuws voor jullie. U gaat ons voor. Maar als wij eenmaal de 80 voorbij zijn, dan zijn we allemaal evenveel ontkalkt. Dus dames en heren, even erg ontkalkt. Maar het is een ouderdomsziekte eigenlijk, die ontstaat door hormonale veranderingen, die het natuurlijk het meest evident zijn bij de dames. Maar wij ontkomen er ook niet aan, hè? Ja, Nee. 7 jaar later dan vrouwen, dacht ik, hè, dat bij Ja, ons. zeven tot 10 jaar later Want we lopen hebben we wat achter. dikkere botten en wat stevigere botten. We hebben een andere hormoonhuishouding. Dikke botten eigenlijk als zodanig bestaan niet. Dat is een mooie kreet. Maar Ja. het gaat vooral om de hormonale huishouding die bepaalt of jij ontkalkt of niet. Ook. Ja.